De gelijke behandeling in de TOZO door gemeenten, dat was de fractie van, of mevrouw Van der Plas vroeg dat. Nou, de regels voor de TOZO zijn wel landelijk vastgesteld. Dat is anders dan bij de TONK. De TOZO is landelijk vastgelegd. Die voorwaarden verschillen dus niet. En de gemeenten moeten zich ook op een uniforme manier verantwoorden. Dat doen ze dus ook bij mijn ministerie. Er zijn handreikingen geweest. Ik heb zelf ook accountants opgeroepen om ook hier ruimhartig te zijn. Als het gaat over de accountantsverklaringen bij gemeenten. Er kunnen wel verschillen zijn in de uitvoering door gemeenten. Want de ene gemeente strenger is dan de andere. En ook een aparte verordening heeft bijvoorbeeld. Een lokale bijstandsverordening. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de decentralisatie. De verantwoordelijkheid daarvan is belegd bij de gemeente. Maar de regels voor de TOZO zelf, die zijn uniform. Mevrouw Van der Plas van BBB. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat kwam inderdaad niet helemaal goed naar voren in mijn inbreng. Maar ik doelde eigenlijk op de misbruik en oneigenlijk gebruikregeling van de TOZO. Want die uitvoering ligt wel bij de gemeente. Ja. En daarvan vroeg ik me af van, ja, hoeveel willekeur is er dan? Hè? Want bijvoorbeeld, er is een gemeente die bijvoorbeeld niet terugvordert bij studenten die een studiefinanciering hebben. En is dat dan in een andere gemeente anders? Dus daar doelde ik eigenlijk op, maar daar was ik inderdaad niet helemaal duidelijk in. Die verschillen kunnen er zijn. De beleidsvrijheid is er voor gemeenten om daar eigen beleid op te voeren. En we weten ook dat die verschillen er zijn. En dat past ook in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Rijksoverheid en de gemeente. De ene wethouder is namelijk gewoon strenger dan de andere wethouder. En dat is echt aan de lokale raad, aan de lokale democratie, om daar debatten over te voeren. Mevrouw Van der Plas. Ja, dan aanvullend vraag. Hebben we dan richtlijnen bijvoorbeeld? Worden de richtlijnen uitgegeven dan richting de lokale overheden? Zodat ze in ieder geval, dat het in ieder geval gelijke monniken, gelijke kappen is. De gemeentes mogen natuurlijk zelf bepalen hoe ze het uitvoeren. Maar ja, ik zou het wel oneerlijk vinden als er... Als er echt hele grote verschillen zijn. Wat we hebben gedaan om dit punt zoveel mogelijk te voorkomen, is dat we een aantal handreikingen opgesteld. Met DIVOSA, dus de organisatie van sociale diensten in Nederland. Een aantal voorbeeldbrieven hebben we gemaakt, juist ook om dit proberen te bereiken. Dat hebben we aan de 350 gemeenten ter beschikking gesteld. En dan nog blijft het een verantwoordelijkheid van de wethouder, bij wijze van spreken, om daar invulling aan te geven. En die verschillen zijn er eenmaal. Uw laatste vraag, mevrouw Van der Plas. De laatste vraag. En krijgt u dan signalen terug, of krijgt de minister dan of het ministerie dan signalen dat het in de ene gemeente wel heel erg streng is en bij de andere gemeente misschien minder streng? Of is het gewoon de handreiking geven en de richtlijnen geven en dan blijft het daarbij? Ik heb zelf, maar kan ik even navragen voor de tweede termijn. Ik heb zelf die signalen niet gehoord die het ministerie hebben bereikt. Maar ik weet wel dat er verschillen zijn. Maar ik heb de signalen niet gehoord. En als dat zo is het ook echt wel aan de lokale raad om daar een debat over te voeren. Dat gebeurt wel regelmatig. Ik weet wel dat ook over de TONK er regelmatig debatten zijn geweest in de gemeenteraden over hoe hoog is het percentage, welke vergoedingen, dat soort zaken. Maar ik wil even navragen voor u voor de tweede termijn. Ja. Mevrouw